We werden op 18 juni onaangenaam verrast met een bericht in Dagblad Suriname, waarbij werd aangegeven dat er bij de Surinaamse politiebond 5 miljoen Surinaamse dollar achterover zou zijn gedrukt en dat dit zou hebben plaatsgevonden in plaatsgehad in het kader van een verkavelingsproject dat geïnitieerd was door deze bond. Er is dus daarbij zonder het principe van hoor en hoor en hoor en wederhoor toe te passen het een en ander gezegd, waarbij men niet eens geschroomd heeft om te komen aan de integriteit van met name het dagelijks bestuur. Zo is in het bericht onder andere gesteld dat Hellings, Gentle en Atompai Naarstig bezig waren om mensen te overtuigen dat de koopovereenkomst waar hun namen te zien zijn, zou zijn vervals, maar dat dat medium Dagblad Suriname dus over de authentieke documenten met de handtekeningen van deze bestuursleden, althans dat Dagblad beschikte over een exemplaar van deze koopovereenkomst. Hekelhangpunt hierbij was dus het achteroverdrukken van 5 miljoen SRD, waarbij er gesteld is dat er zonder toestemming van de ALV besloten is om grote bedragen geld uit te geven, dat het bestuur al 5 jaren lang geen financiële verantwoording aflegt, dat de statuten zijn overtreden omdat na zeggen van de specifieke artikel 75 bedragen boven de 75 SRD niet behoren tot de procuratiebevoegdheid van het bestuur, maar ook dat bestuursleden royaal hebben geleefd op konto van de contributiegelden en dat men als het ware bang was dat er een financiële ravage zou worden aangetroffen. We zitten echter midden in een verkiezingsproces, een verkiezingsstrijd en met name meneer Atompai die heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Surinaamse Politiebond en we snappen dat deze ware aanslag op zijn integriteit consequenties zou kunnen hebben voor het verloop van de stembusgang, waardoor we gemeend hebben om in de publiciteit te treden hieromtrent, maar ook om de namen van de bestuursleden te zuiveren en als zodanig ook de Surinaamse Politiebond als organisatie verschoond te krijgen. De leensom is 6 miljoen SRD. Het is gegaan voor een rente van 12% per jaar voor 84 maanden. En als we maandelijk zouden aflossen, dan zouden we 105.000 SRD aflossen. In 84 maanden zouden wij dat in totaal 8.896.000 etc. aflossen. Dit is het terrein geweest in 2016, waarvoor we 4 miljoen hebben betaald. Dit is het terrein. En het was dan zo geprojecteerd. Het was zo geprojecteerd met 84 kavels. We zijn die deal aangegaan voor 81 kavels. We hebben dus in principe een perceel, een kavel daar gekocht voor 50.000 SRD. En we hebben dus 6 miljoen geleend. Er is dus een bedrag van 2 miljoen SRD over. Wat hebben we daarmee gedaan? Onze goedkoopste en wel beste offerte voor bestrating kwam op SRD 1,5 miljoen om het project te bestraten. Dus 4 miljoen gaat naar die koper van het terrein en ook niet rechtstreeks hoor. APF stort geen geld rechtstreeks. APF stort die 4 miljoen op rekening van de notaris.
Die eigenaar die had een schuld van 150.000 euro. Dus die eerste schuldeiser die neemt zo'n 150.000 euro, gaat weg. Royeert dus die 150.000 over. Wat overblijft, neemt dan die verkaveler en APF, die vestigt dan zijn hypotheek. Zo werkt dat en de mensen weten het ook. Het bedrag 1 miljoen heeft de penningmeester Sergio Gentel in termijnen overgemaakt voor de bestrater. Er rest dan nog een bedrag van 500.000. Onze goedkoopste offerte wat elektriciteit betreft is $170.000 geweest. Hiervan hebben we toen $30.000 betaald. En toen was er geen geld meer. Maar toen waren we ook klaar om te verkopen. Om te verkopen omdat we voor aanvang, voor het aangaan van, die, van het lenen van het bedrag van 6 miljoen SRD, hadden we de kopers al en de kopers zijn politiemensen. De kopers zijn politiemensen, de 81 mensen die in aanmerking daarvoor zouden komen, die hadden we al. Toen hebben we alle stukken in orde gemaakt en als laatst kregen we op 27 februari 2020 kregen we toestemming tot overdracht van het project. Dus toen mochten we de individuele kavels overdragen van het project, betegelden we, water en licht was al in orde gemaakt. Dus op termijn hebben we al die percelen verkocht en we hebben een bedrag van bijkans 8 miljoen zoveel SRD in kas. Dus APF die neemt zijn geld, met rente natuurlijk bijna 7 miljoen. En op dit moment heeft Politiebond wat dit project betreft bijkans 1,5 miljoen SRD in kas. Maar we moeten nog wat geld betalen voor elektriciteit. Betalen we dat, dan schat ik zo dat er bijkans een 500.000 SRD nog in kas zal blijven aan winst. Dus de politiebond heeft winst gemaakt met dit project. We kunnen het schatten op bijkans 500.000 SRD.